Dag Bobby. Hey, alweer hey. Hey, hey, hey. Hey, nee, het gebeurt niet meer. Sorry. Oké, hi Bobby. Nederlands weer vraagt om een heel dicht dak. Daar zijn we nu naartoe gekomen. Eigenlijk gebeurt dat op een hele ouderwetse manier. Ja, dat brengt ons natuurlijk bij de vraag, wie is dan de oudste medewerker? Doe maar, heel grappig. Maar wellicht kunnen we aan de jongste medewerker vragen. Wat is nou de oudste grafische machine die we hebben? Damian. Ja. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 18 jaar. Oké, ja, dat is wel een van de jongste medewerkers inderdaad. Top. Volgens jou, wat is nou eigenlijk de oudste grafische machine die we hebben? Ik denk de railmachine, achter bij de Comoris. Hey Johan. Hoi Wouter. Jij weet echt alles van de cilinderpers in de degel, maar vertel me, welke machine is welke? Dit is die cilinder. Oké, dat maakt dat de degel. Dat is de degel. Ja, volgens mij is dit de oudste. Ja, want, het is welk jaar? Volgens mij is deze uit 1960. Zo. En die is uit 1965. Ja. Vind je baasje geen nieuwere machine? Nee. Nee, dit is gewoon perfect. Nou ja, het is wel een beetje krent natuurlijk, hè? Ja. Oké. Okay. Nou ja, weten we in ieder geval wat de oudste machine is. Maar brengt ons ook natuurlijk bij het onderwerp van vandaag. Namelijk het maken van het dak op deze ouderwetse manier. Ziet er dan toch wel weer vet uit, hè? Beetje jongens achter dat fikkie steken en zo. Hey, top dat je bent geabonneerd. Dat betekent tot de volgende keer.